Goedemorgen allemaal. Morgen is de aftrap van een nieuwe activiteit, het maken van spandoeken. Ik ga eerst vertellen wat je ervoor nodig hebt. Een laken, de kwast, een bakje met verschillende soorten verf en het water. Het is de bedoeling dat we spandoeken gaan maken tot 28 april. Alle woningen van Boeien kunnen hieraan meedoen. Op 29 en 30 april mogen ze dan aan de woning worden gehangen of in de tuin en worden ze beoordeeld door een vakkundige jury. Er is namelijk een mooie prijs aan de verbonden. Ik wou vandaag een regenboog maken en ik begin met het zwart. Want nu de coronatijd er is, kan ik niet meer op een woning komen. Nou zou je kunnen zeggen... dat het dit is. Maar in deze nieuwe tijd, waar alles anders is, valt eigenlijk nog veel meer te ontdekken dan alleen maar een deur die niet meer open gaat. Want ik vind deze tijd een verrassende tijd. Ik ga namelijk hele andere dingen doen. En met bewoners ben ik aan het fietsen door de groene natuur. Daarom maak ik het hier groen. Ook ben ik met verschillende bewoners op berenjacht. Er zijn hier op Park Diep Stroeken wel wat beren te vinden. Ook maak ik hier in de wijk Vredeveld wandelingen en daar word ik heel wat bijgepraat over wat men allemaal in Vredeveld kan zien. En daar staat de kleur geel voor. Ik kom tot al deze nieuwe activiteiten, ook tot nieuwe gesprekken. En ik ontdek dat er hier bewoners zijn die dol zijn om op putdekkels te springen. Dat vond ik zo verrassend, dus dit krijgt de kleur rood. Nu even nog de laatste paar streken. En dan is mijn regenboog af. En zo zien jullie dat in deze tijd waar je denkt dat niet zoveel kan, toch nog een heel veel te doen is, zodat het een hele mooie regenboog wordt. En jullie, wat ontdekken jullie in die tijd dat je denkt dat je niets meer kan? Ik ben klaar met het maken van mijn regenboog. Wil jij nu zelf ook zo'n mooi spandoek maken? Dan kun je de spullen ophalen bij de spelbibliotheken in Assen of in Meppel. Denk eraan dat deze spandoekenactie tot 28 april loopt. En op 29 en 30 april mag je ze dan boven aan de woning of in de tuin hangen. Doe vooral mee, want er is een mooie prijs mee te winnen. Veel succes!